Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. De eerste van 2023. En dan eerst maar eens even beginnen met natuurlijk de beste wensen, de sportieve wensen voor dit jaar. Maar we zijn weer begonnen, of tenminste we gaan weer beginnen. Want zondag wacht de eerste competitiewedstrijd weer van 2023. En Ajax is de tegenstander hier in de Goffert. Maar voordat we daarover gaan hebben, natuurlijk ook eerst even de vraag aan trainer Rogier Meijer. Ja, hoe is die oud en nieuw doorgekomen? Goed, net als velen met mij denk ik. Wat eten en drinken, thuis met de familie en wat vuurwerk afgestoken. Ja, dat doet gemist geen verbod toch? Nee, Nijmegen ook niet heb ik meegekregen. Nou, dus, die is er wel. Die werd niet gehandhaafd, dat was het. Nee, het is geen verbod, dus er was genoeg vuurwerk en ja, het was mooi. Ja, en dan was er ook nieuws de eerste dagen zo van 2023. Want daar was hij dan, de nieuwe speler voorin, waar we al langer naar op zoek waren. Moussaba, de naam viel al wat eerder natuurlijk. Eigenlijk elke keer als er wel een aanvaller gezocht werd, dan kwam die naam weer bovendrijven. Maar daar is hij dan echt weer terug in de Goffert. Tenminste, voor een half jaar. Nick Rokers, die sprak met hem. Ik heb er super veel zin in, dus het is gewoon mooi om weer terug te keren thuis. Ja. Ja, je hebt via Monaco en andere omwegen ben je hier weer teruggekomen. Is het niet toch jammer dat het met Monaco nog niet helemaal gelukt is? Ja, tuurlijk. Het is wel jammer. Het is niet zoals ik had gehoopt, maar uiteindelijk ja. Ben ik zeer de kans om carrière een impuls te geven, een goed impuls te geven. Dus uiteindelijk hoop ik daarna gewoon goed bij Monaco terecht te komen. Ja. De club die wilde graag een koopoptie lichten op jou. Dat is dus niet gelukt. Bouw je daarvan of denk je, het maakt me niet uit, ik ben al lang blij om hier weer een halfjaartje te spelen? Ja, ik denk dat ik toch wel gewoon bij NEC wil gaan spelen. Dus het is ook niet voor niets dat we een optie met de koop wilden inlichten. Alleen uiteindelijk zijn de clubs er niet uitgekomen. Maar uiteindelijk ben ik toch wel blij dat ik nu toch de kans heb om sowieso een half jaar voor NEC te kunnen spelen. Uiteindelijk gewoon een goed seizoen mee te draaien. En dan is er ook interesse voor spelers van NEC, vanuit Denemarken zelf, Metson. Hij heeft het hier volgens mij wel naar zijn zin. Daar heeft hij ook Nederlands geleerd. En dan in één keer komt er weer een club vanuit Denemarken. Zijn die geruchten waar? En ja, hoe kijkt hij daar tegenaan? Dat doen we in Engels. Dat is het beste, denk ik. Er zijn rumors about transfers to Denmark. Ja, I have a policy that I don't really use time on rumors. So I don't really have much to say about that. What comes from interest from other clubs, my agent will handle it. And if it's rumors, I don't really comment on that. Yeah, and of course you're learning Dutch. So if you speak Dutch and then you go back to Denmark, it's all for nothing. Ja, precies. En natuurlijk ben ik blij hier en heel goede mensen hier in de club en ook in de stad. Ik vind een heel mooie stad en natuurlijk is NEC een hele mooie club voor mij. En ik denk niet op andere clubs op deze momenten. Ja, en dan de focus op zondag. Want Ajax komt naar de Goffert. Ajax waar het onrustig is al tijden. Nou, misschien is het dan nu wel het moment om ze hier eens een keer te pakken. Maar hoe dan ook, een mooie wedstrijd om 2023 natuurlijk mee te beginnen. Het is een geweldige opening om thuis te spelen tegen Ajax. Na een week of 10 geen competitie. We kennen allemaal de kwaliteit van Ajax. Maar we weten ook hoe ze de laatste weken voor de winterstop erin zaten. Dus wij willen er een mooie wedstrijd van maken. Uitverkocht huis, dat is denk ik iets waar je naar uitkijkt. Ja, er is heel veel aan de hand bij Ajax. Je zou het ongetwijfeld ook wel eens hebben gelezen over Alvin Schreuder. Wat er wordt gezegd, wat er wordt gedaan. Denk je dan ook niet wel eens als je dan die telefoon weglegt. Denk je van, oh, gelukkig heb ik dit gezeik niet. Nou, nee, ja, oh ja, of je dat denkt, ja, misschien wel. Maar ja, ik denk dat Ajax is natuurlijk 10 keer groter dan onze club. Dus er gebeuren ook 10 keer meer van dit soort dingen. En zondag willen we graag van hem winnen. Ja, dat snap ik natuurlijk. Dat ga je doen met een nieuwe speler, Anthony Moussaba. Jij kent hem natuurlijk nog van jouw periode de jeugd ook. Je hebt ook met hem gewerkt toen je nog met dat driemanschap zat. Ja. Waarom voor Anthony Moussaba gekozen? Ja, ik denk dat Carlos het goed verwoord heeft. Er zijn een aantal facetten waarin we tot de keuze bij Anthony zijn gekomen. Het is iemand die direct speelklaar is. Ja. Iemand die weet wat er gevraagd wordt. Hè, zowel bij deze club als op dit niveau. Die de taal spreekt, die weinig aanpassing nodig heeft. Nou, en hij heeft ook bepaalde facetten in zijn spel die wij wat minder in ons elftal hadden. En ja, vandaar deze keuze. Je bent een speler die altijd eigenlijk de diepte zoekt zonder dat je de bal hebt. Of misschien kan krijgen. Zondag ben je speelgerechtig. Gaan we dat ook weer zien zondag? Ja, ik denk dat jullie het zondag gaan zien. Want het zit ook in mijn spel. Dus Ajax laat ook vaak ruimtes liggen achterin. Dus uiteindelijk, wie weet als ik speel, kan ik daar goed gebruik van maken. Ja. En zondag, wat is daar het plan van? Wil je gelijk inderdaad de diepte in het spel zoeken met Anthony erbij? Of wil je even afwachten wat Ajax gaat doen?
Nou, afwachten wat Ajax gaat doen niet. Ik denk dat we wel weten wat Ajax gaat doen. Die gaan voetballen en wij gaan ze zeker proberen dat onmogelijk te maken. En ja, met wie en hoe we dat doen, daar zullen niet zo heel veel verrassingen in zitten ten opzichte van de laatste weken die we in de oefenwedstrijd hebben gehad. Maar ja, ik denk wel dat we er klaar voor zijn. Ja, dit was hem dan weer. De eerste NEC-update voor het jaar 2023. Het hele jaar houden we je natuurlijk op de hoogte van alles rondom NEC. En lees je het laatste nieuws op onze website rn7.nl. Volgende week zijn we er weer met dan de update voor, ja, Vitesse-NEC. Dat wordt een wedstrijd. Daar volgende week alles over. Graag tot dan.